Bij gelegenheid doen. Dan even naar een ander grondwetartikel. Dat is dat de overheid moet zorgen voor de gezondheid van zijn burgers. Of in ieder geval daar alles aan moet doen om die gezondheid te waarborgen. Dat kwam natuurlijk in volle omvang in de coronacrisis naar voren. Daar is natuurlijk ook heel veel noodwetgeving op gebaseerd. Op in ieder geval op de basisgedachte daarachter. Die noodwetgeving is allemaal van tafel inmiddels. Ook vanwege de rol van de Eerste Kamer. Daar ligt nu helemaal niks. Terwijl u vorig jaar al heeft opgeroepen. Dames en heren, zorg nou dat je je zaken op orde hebt. Want er komt vast wel weer een nieuwe crisis aan en dan zijn er geen noodwetten. Ja, dat is een hele terechte constatering die u doet, meneer Kokkerman. Er is op dit moment geen wetgeving die het mogelijk maakt om op grond van de wet maatregelen te nemen zoals die de afgelopen 2 jaar soms hebben gegolden. De tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is vervallen, ja. Omdat de Eerste Kamer niet mee wilde gaan met verlenging. Van die wet. En de nieuwe wet op de volksgezondheid laat nog op zich wachten? De nieuwe wet op de publieke gezondheid, met name het onderdeel wet pandemische paraatheid, zoals dat heet, die laat nog op zich wachten. Wij hebben ook de minister gezegd, als u die oorspronkelijke wet, die tijdelijke wet, wil verlengen, moet u wel uitzicht bieden op een structurele oplossing. Nou, de Eerste Kamer heeft er niet op willen wachten. Ik geloof dat de minister nu bezig is met wetgeving die, denk ik, snel na het zomerreces aanhangig zal worden gemaakt, want als in het najaar opnieuw een uitbraak plaatsvindt waar maatregelen dan onontbeerlijk zijn, dan moet ik nu constateren dat het enige wat dan nog resteert die noodverordeningen zijn die we nou net 2 jaar geleden niet meer wilden, omdat die alleen maar voor meer rechtsonzekerheid zorgen. Dus dan zegt u eigenlijk, met het oog op de wet, dat we dan dus niet zijn voorbereid, althans niet in voldoende mate, op een nieuwe crisis. Wat ik zeg is dat de wetgeving die het mogelijk maakt om rechtens goede maatregelen te nemen op dit moment ontbreekt. En dat heeft iedereen kunnen weten. Die tijdelijke wet die was tijdelijk. Wij hebben ook steeds gezegd, u kunt dat eindeloos verlengen, maar het houdt een keer op. Want dan is het geen tijdelijke wet meer. U moet dus zorgen voor structurele wetgeving. Ja, en de regering en parlement die zijn daar nog niet aan toe. Ik hoop wel dat het op korte termijn gebeurt. Ja, zijn regering en parlement daar dan niet nalatig geweest? Nou, ik ga niet oordelen over de vraag of ze het sneller of beter hadden kunnen doen. Ik constateer dat het niet is. En dat we wel hebben geadviseerd om dat snel wel voor elkaar te krijgen. Mooi antieklokje op de achtergrond trouwens. Ik hoop dat u het ook mooi vindt. Ja, het geluid in ieder geval is prima. Ja, zeker. Pregnant ook. Maar goed, u zegt ik wil er geen kwalificatie aan verbinden. Maar als u in een eerder stadium zegt, jongens, kom op, regel het nou en het is nog altijd niet geregeld, dan kun je toch op zijn minst constateren dat daar niet genoeg vaart achter is gezet. Nou ja, ik weet dat de minister van VBS bezig is met die wetgeving. Ik weet ook dat van verschillende kanten in de Kamers is aangedrongen op die structurele wetgeving. Ja. Dus ik mag hopen dat dat nou in de zomer naar de Kamers gaat. Ja, dus u wilt in de zomer al die wet op de publieke gezondheid zien? Nou, ik wil hem niet zien. Ik denk dat het verstandig is dat hij zo snel mogelijk aanhangig wordt gemaakt. Niet voor mij en niet voor de Raad van State om advies te geven, maar vooral als er een nieuwe uitbraak komt in het najaar en in de winter. Ja, is het verantwoord om een nieuwe crisis in te gaan zonder dat soort wetgeving? Nou, zoals ik zei, als er dan geen wetgeving ligt, dan val je terug op de situatie van 2 jaar geleden. Ja. Dat je moet grijpen naar noodbevoegdheden, noodverordeningen die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn. In elk geval, als die wet is neergeschreven, inclusief alles wat daaraan vastzit, dan komt die wet natuurlijk naar u toe. Moet u ook weer gaan adviseren, zal ik maar zeggen. En die adviezen, die zijn sinds de WO, de wet open overheid, elke maandag openbaar. Ja. Bent u daar gelukkig mee? Nou, de wet open overheid is een verbetering, een verandering ten opzichte van de wet openbaarheid van bestuur. Dat is in zekere zin een modernisering. Daar heb ik verder geen oordeel over, zeker ook niet een negatief oordeel. Maar dit is wel een consequentie die misschien niet iedereen helemaal voor ogen heeft gehad. Dat de Raad van State wordt gezien als een adviesorgaan en voor alle adviesorganen geldt. Binnen 2 weken na vaststelling van het advies moet dat adviesorgaan het zelf openbaar maken. Nou, wij gedragen ons daar sinds 1 mei naar. En dat betekent dat wij zo snel als mogelijk onze adviezen openbaar maken. We hebben gezegd, nou, als wij ze woensdag formeel in de vergadering vaststellen, dan hebben we nog 2 dagen om de puntjes op de i te zetten, veranderingen die tijdens die vergadering zijn besproken nog door te voeren, te ondertekenen en dan gaat het naar de ministeries of naar de initiatiefnemers in de Tweede Kamer toe.
En direct op maandagochtend wordt het gepubliceerd. Dat is echt een verandering ten opzichte van een hele lange traditie. En ik denk dat iedereen nog een beetje moet wennen aan wat dat aan consequenties voorkomt.